Morgen, het is maandag en op maandag breng ik je bijna altijd een boodschap van aartsengel Raziel. En Raziel die komt bijna altijd op maandagochtend bij mij langs, zullen we maar zo zeggen, om mij een boodschap te brengen. Die boodschap is bedoeld voor de mensheid op de aarde. De boodschap is niet altijd bedoeld voor alle mensen in Nederland of alle mensen in Europa. Het is gewoon belangrijk dat de mens voelt bij zichzelf wat er met hem of haar resoneert. Nou, boodschappen van Raziel vat ik altijd ook wel op als een boodschap om situaties van een afstand te bekijken. En niet helemaal zo inimini, helemaal tot in detail van wat doet dat in mijn leven. Nee, ik omarm de boodschappen en kijk gewoon wat er met mij resoneert. Raziel vraagt me om ze met jou te delen. En dat is ook de reden dat ik dit filmpje maak elke keer. Dit heeft niks met mezelf te maken. Oké, daar gaan we. Aartsengel Raziel brengt ons vandaag deze boodschap. Mijn naam is Aartsengel Raziel. En ik ben vandaag gekomen om mijn boodschap voor de mensheid over te brengen. De bewoners van de aarde kunnen er niet meer omheen. De plannen van de duister liggen openlijk op tafel voor iedereen te zien. De tijd dat de mens elkaar onderling wakker probeerde te maken, die is voorbij. Zij die wakker zijn, hebben op dit moment andere prioriteiten toebedeeld gekregen. En zij die in diepe slaap zijn, kiezen hier duidelijk zelf voor. En dat respecteren wij. De aarde met haar bewoners stevend steeds meer af op een duidelijke climax. De wakkere mensen zijn al goed voorbereid hierop. Zowel in praktische zin als ook in spirituele zin. En wij de engelen. Wij blijven doorgaan met het aanmoedigen en motiveren van mensen om op een andere manier tegen de situatie aan te kijken. Wij geven de mensen moed en kracht om de waarheid onder ogen te durven zien. Wij laten verwarrende sluiers van mist en van verwarring verdwijnen, zodat de mens op heel de aarde duidelijk de kans krijgt om te zien wat er werkelijk speelt. In het grote spel, het spel dat de oorlog tussen donker en licht heet, zijn vele pionnen en strijders hard aan het werk. De strijders van het licht bestaan uit een diversiteit van mensen en magische wezens. De strijders van het licht bestaan uit mensen die op de barricade staan en letterlijk opkomen voor hun vrijheid en voor de val van de machthebbers in hun land. Deze strijders worden continu bijgestaan door een gigantische hoeveelheid engelen. Zij zijn continu verlicht en worden bijgelicht en ingeseind door lichtwerkers en mensen die vanuit hun thuissituatie zich met hen verbinden. Er zijn ook strijders die de meest gruwelijke acties uitvoeren om mensen en kinderen te redden uit de klauwen van de duister. Zij werken onder directe aansturing van de aartsengelen. En deze aartsengelen beschermen de ziel van deze strijders en sturen hun de kanten op waar de nood het hoogst is. Zij worden met regelmaat teruggehaald, geheeld, en dan krijgen ze de keuze of ze door willen gaan met hun missie of terug naar huis willen keren. Deze strijders die werken achter de schermen, buiten het zicht van de normale burger, en behoeden de mensheid van de vele gruwelijkheden die zij tegenkomen.
Een klein gedeelte van wat het duister doet, wordt hiervan aan de openbaarheid gebracht. En dit is ter bescherming van de mensheid. De strijd, de oorlog tussen licht en duister, mag je zien als een spel. Een serieus spel. In een spel zijn vele pionnen en vele verhaallijnen. In een spel zijn veel aanval- en verdedigingstactieken. En streeft men naar één doel: overwinning. In een spel zijn alle zetten, alle pionnen en alle verhaallijnen tegelijkertijd gaande en in werking gezet. En er is één groot verschil. De spelregels in dit spel, de strijd tussen het licht en het duister, zijn er niet. Waardoor het duister zich alles permitteert, grijpt en afdwingt. De overwinning in deze strijd, die is achter de schermen klaar. Laten we zeggen dan bijna klaar. Ze wordt nu voor de schermen steeds duidelijker voor de mensheid. Want de plannen van het duister, liggen op de tafel. En het licht weet wat haar te doen staat. Echter, voordat de groep diepe slapers wakker wordt, zal er een climax plaatsvinden. En het kan haast helaas niet anders. De pionnen van het licht staan als bakens opgesteld. Zij stralen het meest felle licht en voeren de speciale missies op de hoogste niveaus in het geheim uit. Zij zijn het die de poten onder de posities van het duister, van de duistere machthebbers uitzagen. De engelen en het universum roepen de mensen op. Wij roepen op om te ontwaken. En ontwaak nu, zodat je straks niet wakker schrikt van een nachtmerrie. Grijp de kans en de mogelijkheid om de situaties van een andere kant te bekijken. En maak gebruik van de mogelijkheid om de waarheid daadwerkelijk onder ogen te zien. Heb je daar moed, kracht, doorzettingsvermogen of lef voor nodig? Ja, dat heb je nodig. Want het kost moed en het kost kracht en het kost doorzettingsvermogen en lef om oude denkpatronen los te laten. Om jezelf opnieuw na te laten denken. En om jezelf te laten zien dat de waarheid anders is dan dat ze voorgeschoteld wordt. Maar weet dat wij, de engelen, wij zijn er in ontelbare aantallen. En wij zullen iedereen die onze hulp inroept helpen. En hoe snel en hoe krachtig dit voor jou dan merkbaar is, dat hangt van jou af. Wij bieden steun en hulp aan. En jij beslist hoeveel jij hiervan ontvangt. Dus open je armen en ontvang. Alle mensen op de aarde zijn krachtige lichtwezens en prima in staat. Zeker vanuit verbondenheid. Gezamenlijk de trilling van de aarde te verhogen. Iedereen is dus een belangrijke speler, pion, een strijder van het licht in dit o zo belangrijke spel. Wij de aardsengelen en heel het universum moedigen je aan dat je je eigen situatie eens grondig onder de loep neemt.
Bekijk ze eens vanuit een ander perspectief. Open je ogen en omarm je eigen eigenheid. Neem een moment van kalmte en rust om de vrede en het vertrouwen ook daadwerkelijk in je hart te voelen. Des te voorbereider je bent, des te minder zul je schrikken als die climax daar is. Des te zuiverder en helderdenkender mag je zijn wanneer je ontdekt dat vele paranormale gaves of spirituele openbaringen al die tijd in jou als mens verborgen zaten. Want de mens op de aarde mag ontdekken. Ze mag ontdekken dat ze meer is dan een lichaam met een brein. Ze mag ontdekken dat haar ziel prachtige, oude en van nature horende bij de mens gaves bezit. En deze komen strakjes vrij. En tot die tijd is het aan jou. Het is aan jou om je eigen trilling en daarmee die van de aarde te verhogen. Want kunstmatig zijn en worden de trillingen op de aarde laag gehouden. Hierdoor hebben mensen moeite om hun ware ik te leren kennen in het leven van vandaag. Voel je gerust voorbereid. Sorry, ik lees het woord verkeerd. Voel je gerust bevoorrecht om op dit moment op de aarde te leven. Jij mag de verandering in jouzelf heel bewust meemaken. Tenminste, als je angst en neerslachtigheid en zeker ook ongeduld geen kans geeft. Ga niet mee in die angstmakerij. Sta niet toe dat je trilling naar beneden wordt gehaald. Constateer dat er een herhaling van zetten is. Het duister kan immers alleen maar herhalen. En blijf vertrouwen en je trilling hoog houden. Jij weet dat creëren en verbinding superpowers van de mensheid zijn. Maak hier gebruik van. Geef jezelf de toestemming. De toestemming om aan een nieuw spannend avontuur te beginnen. Stel jezelf open voor al het moois dat op jou af mag komen. Op de momenten dat angst wordt gepromoot en opgedrongen, want het leven op de aarde is mooi. En dat zal zo blijven. Koppel jezelf los van het duister. Ja, er komen spannende tijden aan. Wanneer? Sta je daar niet blind op die vraag? Sta je niet blind op de vraag wanneer? Want jij weet dat het moment daar is wanneer de juiste zetten in dat spel gezet zijn. En ja, je zult verrast zijn. En ja, ze zullen je heel bang proberen te maken. Maar weet dat na die climax er tijden komen. Tijden voor de aarde en haar bewoners om te helen. Na een intens emotioneel gebeuren komt dat er namelijk altijd. Je zult nooit alleen deze verandering door hoeven te gaan. Geef jezelf toestemming om hulp te aanvaarden. Want de gebeurtenissen die stapelen zich op. En de tijd om je spiritueel en emotioneel voor te bereiden, die is daar. Met voorbereiding wordt onder andere bedoeld dat jij je connectie met het universum en de engelen opnieuw activeert. Opnieuw een dagelijkse groei van verbinding met hun aangaat. Verbind je elke dag met het rijk van de engelen. En neem hun mee in je dagelijkse bezigheden. Neem afscheid van al die negatieve dingen
negatieve mensen en gebeurtenissen en verbind je met je eigen intuïtie. Vertrouw op je intuïtie. Verbind je energie met die van gelijkgestemden. Jij maakt de keuzes in jouw leven. Ben je bewust van je keuzes? En weet dat jij gemaakte keuzes ook mag veranderen. De periode die aanbreekt. Laat je innerlijke kracht groeien door je te verleiden om mee te gaan met angst. De periode die aanbreekt leert je te vertrouwen op je innerlijke kompas. En zal je innerlijke kind het vertrouwen geven dat jij alles aan kunt. Het licht strijdt voor de mensheid en alles wat er dierbaar is. Wanneer het licht voor de mensheid strijdt, dan strijdt het dus ook voor je innerlijke kind. Kinderen zijn de toekomst van de mensheid. En aartsengel Gabriël is een van de aartsengelen die haar licht direct over de ziel van kinderen die gered zijn laat stralen. En die het sprankje hoop biedt aan zij die nog bevrijd mogen worden. Samen met de krachten van het universum bieden ze hulp bij het helen van deze kinderen. Alles is energie. En alles is met elkaar verbonden. Aartsengel Gabriël nodigt de mens uit om haar innerlijke kind te helen. De mensheid blijft bestaan wanneer de kinderen worden beschermd. Neem je eigen verantwoordelijkheid en vraag jezelf, wat kun jij doen om jouw innerlijke kind en de kinderen om je heen te beschermen? Ieder mens op de aarde is een pionnetje in dit spel. En het draait nu werkelijk om de knikkers. Sta in je kracht. Vertrouw op jezelf. Heel je innerlijke kind. Red de kinderen van het duister. Maak gebruik van verbinding. Stuur licht naar de strijders van het licht. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Plaats een schild van licht om je heen. Geef angst geen kans. Geen kans om grip te krijgen op jou. Want wij zijn onderweg. Onderweg naar een wereld waarin wij overvloedig kunnen gaan delen. We delen ons licht en alles wat de mensheid nodig heeft en waar de mensheid recht op heeft. Denk groot en zeker niet in details. Bekijk alles wat gaande is van een grote afstand en je zult de lijnen zien lopen. Verdwaal niet in details. En weet dat de engelen, heel het universum, de strijders van het licht, inclusief zij waarvan wij denken dat ze er niet meer zijn, weet dat zij altijd bij ons zijn. Blijf vertrouwen. Geef angst geen kans. Dit is de boodschap die ik vanochtend mocht ontvangen van aartsengel Raziël. Ja, je ziet het. Het is een heel andere boodschap dan een simpele boodschap van de energie bij deze week die bij jou past. Maar doe je voordeel met deze boodschap. Pik eruit wat voor jou belangrijk is. En als je al niet weet wat je eruit zou moeten pikken, pik er dan uit op. Dat je je mag verbinden en dat het voor jou tijd is om je te gaan verbinden met jezelf, met je eigen intuïtie en met de mooie wereld om je heen. Deze boodschap, die zet ik dadelijk ook op YouTube en dan mag je hem terugkijken. Misschien wel 100 keer als jij dat leuk vindt.